Ik sliep echt buiten op straat. De eerste dagen dat ik echt naar een onbekende plek ga, dat ik echt helemaal niks heb van spullen, van kleding, van iets, dan sliep ik echt op een karton. Ik kom uit Syrië. Ik ben 23 jaar. Sinds 6 maanden geleden heb ik mijn eigen onderneming opgestart. En dat is parfums, waar ik echt meer hele grote passie voor heb. Nog maar 8 jaar was Abdulrazak toen hij wist dat hij iets met parfums wilde doen. Samen met zijn buurman, die een parfumerie heeft in Syrië, begon hij te leren. Hoe kan ik het eigenlijk echt ruiken? Hoe kan ik de geur onderscheiden van alle noten? Hoe kan ik een geur beschrijven? Hoe kan ik een nieuwe geur bedenken? Hoe kan ik een geur voelen? Nadat ik al het proces heb gemaakt, moest ik vluchten. Ik was 13 toen ik gevlucht was. En in mijn eentje, zonder familie of kennis van mij. En dat was meer voor de oorlog. Het was echt vanaf Turkije naar Griekenland. Het was in een boot. In een rubberboot van ongeveer 6 meter lang. We zaten daar met 66 personen ongeveer. Midden van de zee ging de boot stoppen. De motor doet niet meer en water kwam in de boot. We moesten alle spullen weggooien. We moesten ook zelf in het water duiken. Gaan liggen naast de boot, ja. Ja, dat we eigenlijk met één arm vasthouden, zodat voor de kinderen niet echt wat schade komt, omdat er kwam heel veel water in de boot. 2,5 uur later was daar een boot uit Griekenland om de vluchtelingen te helpen. Abdulrazak is ervan overtuigd dat zonder die hulp het slecht was afgelopen. Maar ook in Griekenland kreeg hij met uitdagingen te maken. Ik sliep echt buiten, op straat. De eerste dagen dat ik echt naar een onbekende plek ga, dat ik echt helemaal niks heb van spullen, van kleding, van iets. Dan sliep ik echt op een karton, op de grond. Dan wacht ik tot volgende dag. Kijk ik waar kan ik kleren halen, eten halen. Dan doe ik het. Maar slapen, dat doen we echt altijd buiten. In een slaapzak of in een kleine Tentje. tentje. Of echt in de kartonnen in de moeilijke tijden, zeg maar. Dat je echt helemaal niks meer hebt. Dat je alle jouw spullen weggegooid is. Jouw geld gestolen. Dus dat kan je wel allemaal meemaken. Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, blijft hij positief. Mijn grootste droom dat ik echt mijn assortiment op de hele wereld kan brengen. Dat ik echt de handtekening overal achterlaat. En dat hoop ik dat gaat mij lukken.